Welkom bij GPS Expert TV. Wat we vandaag gaan doen is het uitpakken van de Garmin Fenix. Het leuke van dit horloge is dat het eigenlijk outdoor en fitness horloge in één is. Het is best wel stevig, maar dat gaan we zo direct laten zien zodra we hem op tafel hebben en we hem netjes aanzetten. Dus unboxing van de Garmin Fenix. We zijn hier voor de Garmin Fenix. En de Garmin Fenix zit in een mooi doosje. Er zitten hele mooie stickertjes voor de sealing. Die zijn nu losgehaald. De meeste doosjes kunnen we ook aan de onderkant openmaken, maar dat lukt bij deze Fenix niet. Wat we nu doen is, we tillen deze eruit en we kunnen dit doosje opzij zetten. De Fenix heeft daarna een plastic vierkante boxje eromheen zitten. De achterkant kunnen we wel openmaken. Maar willen we bij het horloge komen, dan moeten we voorzichtig deze en deze losmaken. Als we die los hebben, kunnen we die netjes opzij zetten. En op dat moment hebben we dat gehad. Het horloge kunnen we nu openklappen. En we kunnen hem losmaken. Hier zit natuurlijk een rubbertje tussen. Hierbij zien we dus hoe groot deze band ook is. Zo. En we kunnen het horloge er nu voorzichtig uithalen. We hebben nu het horloge in onze hand. Dit stickertje kunnen we eraf halen. En die plak ik meestal op de binnenkant van het dekseltje, zodat we hem weer terug kunnen vinden. Wat hebben we verder? Dus dit is het horloge natuurlijk nu met een echt wel een hele dikke band. Hij is ook best groot, het horloge. Als ik hem omdoe, dan zien jullie eigenlijk van ja, hij is best dik aan beide kanten. Ik kan hem even omdoen en ik heb dus nog veel ruimte over op de band. Mijn polsen zijn niet zo heel erg dik. Wat zit er nou nog meer in de doos? We hebben natuurlijk onze handleidingen met de Quick Start handleiding. Pak die er gewoon bij, lees die eens door. Dit is de Engelse. Eens kijken of er ook nog een Nederlandse bij zit. Nee, er zit geen Nederlandse bij. Dit is het garantieboekje. Die lezen we meestal helemaal niet door. En dit is de Getting Started. Hoe moeten we zo direct de clip aansluiten? Waar zijn de functies voor? Ik weet in ieder geval één is voor het licht, maar ook om hem aan en uit te zetten. En zo kunnen we dus de pagina's doorbladeren en voor sensor mode. Gewoon heel eenvoudige handleiding. Ik verwacht dat de gewone handleiding netjes in het toestel staat zoals dat normaal is. De handleidingjes. Dan hebben we een Engelse stekker. We hebben een Europese stekker. We hebben het USB-snoer met de clip. Als we die voorzichtig openmaken. Zo, dan zit hier de clip onder. En die scharniert een beetje en dat moet dus op het horloge oppassen met USB. Om onderweg te laden hebben we hier nog de lader die ook een USB-uitgang ingang heeft en die samen met deze de 220 volt adapter vormt. Dus we kunnen die opzij leggen. Als we de Europese stekker erbij pakken. Zo. Hier zit een gleufje en we schuiven hem zo. Klik erop. We kunnen de USB nu hierin stoppen. En we hebben onze laadapparaat klaar. Als ik het horloge loshaal, dan zitten dus ook hier de laadcontactjes. Ook op de achterkant zit nog een folie, ja, om
dit netjes te beschermen tegen krassen en ook om de contactjes te beschermen. Dus ook dat folie moet ik er eigenlijk afhalen. En daarna kan ik de clip er eenvoudig op zetten. Hoe zetten we de clip erop? Aan deze kant een gleufje. Het enige wat we dus hoeven te doen is eigenlijk... Er zit aan deze kant een gleufje. Daar past dit lipje netjes in. Dus die plakken we daaraan en we zeggen klik. En op dat moment is het horloge aangesloten op de spanning. Loshalen is op basis van even wegdrukken. Ploep. En hij is weer los. En deze contactjes komen helemaal weer vrij. Dus, wat zit er in de doos? De Garmin Fenix, de handleidingen, de USB-lader, twee aansluitstekkers, eentje voor de United Kingdom en eentje voor de rest van Europa en het laadapparaat zelf. Tot zover deze uitpaksessie.